ga vandaag ijsjes maken. En het zijn een soort yoghurtijsjes met fruit. En als je nou benieuwd bent, kijk er vooral verder. Wat je allemaal voor nodig hebt is een beetje yoghurt. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel ijsjes jij wilt. Ja, ik gebruik denk ik ongeveer 500 ml. Misschien iets meer. Of minder bedoel ik. Dan gebruik ik dit fruit. Ik gebruik een banaan en een appel. Maar je kan natuurlijk elk fruit gebruiken die je lekker vindt. En dan doe ik er nog wat kaneel doorheen, want dat vind ik zelf wel erg lekker bij het fruit. En ja, laten we dan nu beginnen. Oké, als eerst ga ik even de banaan met een vork, ga ik dat zeg maar hier wat, ja, noem het pureren. Zodat het wat makkelijker mengt met de yoghurt. Oké, de banaan is wat gepureerd. Ik heb ook nog wat water bij gedaan, zodat het iets meer vloeibaar is. En nu ga ik dus wat yoghurt toevoegen en dan ga ik dat dus mengen met een kleine garde. En zo. Oké, ik heb hier de vorm zoals jullie zien. En ja, die ga ik dan dus nu vullen. Zo. Oké, het eerste wat ik nu even ga doen is deze appel in hele kleine stukjes snijden. En dan ga ik dat in dit apparaat doen. En dan ga ik dat dus helemaal, zeg maar als kleine stukjes worden het dan. En dan ga ik dat dus ook mengen met de yoghurt en met een beetje kaneel. En dan doe ik dat in een bakje en dan gaat dat in de vriezer. De bananenijs zit er trouwens, gaan hier voor 2 uur in, minimaal. Het liefst nog langer natuurlijk. En dan ga ik hier dus... Zoals jullie zien heb ik al alle ingrediënten erin gedaan. En dat ga ik dan dus ook mixen. Ik heb dus ook nog suiker toegevoegd. Want die andere was een beetje zuur, dacht ik. Dus ik dacht, dan doe ik hier nog wat suiker bij. En ja, ik was een beetje uitgeschoten, dus lijkt echt heel veel suiker nu. Maar ja, dan ga ik dit dus nu ook mixen. En dit gaat dan ook minimaal 2 uur in de koelkast. Waarschijnlijk nog wel heel wat langer. Want dit is natuurlijk wel iets anders. En ja, dan zie ik jullie zo meteen terug. Oké, het eerste ijsje is klaar met banaan en yoghurt en kaneel. En zo ziet hij eruit. Eigenlijk is het dus heel erg goed gelukt. En ik ga het dus nu proeven. Ik zelf vind het echt heel erg lekker. Ik dacht eerst dat het eigenlijk heel erg zuur zou zijn. Want toen ik zeg maar het beslag gewoon mengde, toen proefde... Toen het gewoon, zeg maar, nog normaal was. Toen smaakte het eigenlijk best wel wat zuurder. Maar zo smaakt het eigenlijk heel erg naar banaan. En dan dat klein tintje yoghurt, zeg maar. Dus ik vind dit echt een aanrader. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!